Ja, ik denk dat het toch wel heel leuk is. Zeker de appreciatie, ook al omdat je al lang in het voetbal zit. En dat het toch een persoonlijke trofee is. Dus dat zal ik zeker wel koesteren. Ja, dit seizoen bij Westerlo terechtgekomen, moeilijke start. Maar uiteindelijk is het toch nog goed gekomen voor deze club. Hè? Ja, uiteindelijk wel. Het is eigenlijk een beetje zoals de leuze van Westerlo, allemaal samen. Dat we het hebben moeten doen. Het was natuurlijk zoeken. De club zakte naar 1B. Waar een aantal jongens vertrokken en dan was het zoeken natuurlijk. En uiteindelijk in 2018, als we voor volgend jaar op dezelfde elan kunnen verder gaan en dan efficiënter gaan worden, dan denk ik dat het wel eens een leuker jaar kan worden. Ja, dat volgend seizoen, is dat, wat mogen we dan van jou verwachten? Ja, alles hangt af hoe dat de groep wordt bijeengehouden en dat er hier en daar versterkt wordt. Ik denk dat we toch een aantal straffe cijfers hebben kunnen neerzetten dit seizoen, desondanks onze positie in het klassement. Maar dan is er als gewone zaak om de efficiëntie omhoog te gaan en dan denk ik dat er volgend jaar ook een aanvallende speler van het jaar zal worden.